Hallo, ik ben I just want to thank you one thing, okay? It's the last time you come here, okay? Okay. Next time you come here, are you clear? Nu bij een groef, hè? Maar die zit heel goed dicht. Toch een beetje airbag zo, hè, met zo'n nek. Ja. Hij is ook echt al 1000 keer open gesneden. En op allerlei plaatsen alweer dichtgemaakt. Maar goed, we hebben een gat gevonden. En daar kunnen we erin. Er staan allemaal borden van naar verboden toegang. Maar ik zag nu geen mensen op pad, dus we gaan nu snel erin. Even een stukje via het bos. Kijk, daar loopt de weg. Normaal als je er eentje koopt, dan zit de onderkaak er ook bij. Want dan weet je dat die echt is. Dan zit er ook een labeltje bij, hè? En de onderkaak. Want anders kun je wel eens een namaak hebben. Van een reetje. Van een hertje, ja. En elk jaar komt er een punt bij. Oh, zou hier echt een wolf lopen? Ja, jij ziet eruit als een schaap. Dat is mooi, hebben wij meer kans. Mooi, hè? Ja. Hier moeten we langs. Even belden op kantoor, Rens. Ja. Weet je wat het verschil is? Die roofvogel? Wat je nu hoort is van een buizerd. Ja. Laat Brian mijn eerste klappen incasseren, want... Ja, dat is de op. Ja, ik heb geen eten opgedonderd. Niet gaan rennen. Nee, ja, pa zei. Jij, ik ga voor. Maar er lopen hier ook paarden. Ja. Kijk. Nee. Totaal niet leuk. Ja, dit is niet van de rijt. Maar wij hebben ook al die bordjes verboden toegang genegeerd. Ik stond me ook nog vast. Ja, je ziet het niet op beeld, maar... Dat is geen grap, maar... Nee, er vloog echt een hert voorbij. We zijn nu aangekomen op de plek waar die fossielen allemaal zouden moeten liggen. Ik dacht, die locatie die pakken we even mee naar de grot. Het is ook een locatie van Brian. Maar het is een hoop veranderd hier. Kijk. Een soort van dierenpark van gemaakt.
Maar of we hier nog fossielen kunnen zoeken, dat weet ik niet. Ze zullen er wel nog liggen onder de grond. Maar ze hebben hier echt een hoop verbouwd. Een wolf. Natuur. Dit is fantastisch. Ja. Een beetje Zweden-achtig. Ja, waar je ook bent op de wereld, er ligt overal afval. Dat zijn heel die wanden. En er zitten fossielen in. Maar goed, wij gaan ook fossielen zoeken als het bijna donker is. Kijk jongens, dit is echt vet. Hier zie je dus echt schelpjes erin zitten, die zijn zo oud. Dit is gewoon een oude zeebodem. Maar dat is een mooi stuk, die laten we even voor wat het is. En deze blok, kijk, dus hier ook zo'n pennetje, misschien van een inktvisje. Dus maar hier zit er gewoon ook een afdruk. Maar hier zitten gewoon zeeegels tussen mogelijk, of krabbenscharen, of visjes. Dus dat gaan we even bekijken. Kijk, we hebben hier al een paar stenen kapot gemaakt. En dan zie je eigenlijk heel goed hoe de zeebodem liep. Kijk, mega veel. Die brak ik ook door de midden. Dit is een heel mooi stuk in de weg. Ja, hè? Is gek. Heb je ook al wat gevonden? Je telefoon laat je vallen. Ja. Kijk, hier liggen gewoon... De fossielen liggen ertussen. Van die oude oestertjes. Ja, die zijn kapot. Ja. Dat zijn de goeie, ja. Die zie je ook weer wat ik nog heb gegeten. Ik kende dus iemand die deed dit helemaal met bites insmeren, zodat het zo bleef. Ja. Donker aan het worden, dus we moeten gaan. Maar we hebben van alles gevonden. Hier, dit is een stuk zeeegel, een halve. Deze schelpen, dit zijn soort slakjes. Dit lijkt versteend hout. Dan moet ik nog even kijken wat het is. En hier zitten een soort draaislakjes. Heel de bende. Maar goed, het ligt er wel. Ja, dat zou kunnen. Ja, want we zijn bij de stenen. Maar goed, dit was meer van vandaag. Tot de volgende keer. En dan gaan we iets leuks doen. Iets leuks doen? Ja, iets leuks. Oké. Okay. Vond je het niet leuk? Jawel. Renske niet. Nee. Jawel. Bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer en laat een reactie achter. Let op, urbexen is vaak illegaal en brengt eventueel risico's met zich mee. Wil je hieraan beginnen, hou je dan aan de volgende regels. Deel geen locaties openbaar. Pleeg geen vernielingen en neem niks mee. Heel veel plezier. Gaat hij weg, joh. Ja, daar moet ik goed blauwe wand in schoppen. Het staat helemaal vol met happy hier ook, maar dit is wel iets makkelijker dan wat ik dacht.